Vanaf maart is er overtollige neerslag te merken in de kustvlakte van ons land. Sukarni Salons Mitro, hoofd van de Meteorologische Dienst Suriname, zegt dat deze metingen het 4-jaar gemiddelde hebben overschreden. Terwijl in het binnenland vanaf februari 2021 te merken is dat de neerslag minder is dan het 4-jaar gemiddelde. Dus hier zien we dat we natte maanden hebben gehad, zeker achtereenvolgen vanaf maart, april en nu vanaf mei. En mei is nog niet voorbij, vandaag is de 26e, dus we hebben nog 4 keilanden. Wat zijn de aandachtspunten wanneer we naar deze informatie, naar deze cijfers kijken? Kussen die? Voor gisteren hebben we 5 stations. Neerslagtotalen gemeten, groter en gelijk dan 100 mm neerslag. Wat wil 100 mm neerslag zeggen? Dat is 100 liter water per vierkante meter. Maart, april is later dan het 4-jaar gemiddelde voor Kusumin. En voor mij, wat met heden, 26 mei, is er al meer neerslag gemeten dan normaal. Dus het kustgebied is voor nu natter dan normaal. Salons Mitro geeft ook aan dat we ons nu bevinden in de overgang van La Niña naar de neutrale fase. La Niña is een weerspatroon dat onderhevig is aan temperatuurverschillen boven de oceaan rondom de evenaar. Echter benadrukt ze dat de overgang van de neutrale fase niet wil zeggen dat zaken zich gaan normaliseren. We gaan nog wat ervaren dat het nog nat zal zijn. Wat kunnen wij verwachten voor de komende dagen en weken en maanden? De dagverwachting voor 26 tot met 27 mei, het gaat nog blijven regenen, je mag dan regen verwachten. Maar dat betekent niet dat het continu gaat regenen. Er zullen wat tussenpozen zijn dat het niet regent. En wanneer er onweersbuien zijn, dan kan je de kans hebben met windstoten. En op sommige plaatsen kunnen de buien heel zwaar zijn. En voor de nacht, vooral hoeveel er zoveel vocht is, kan er dan mistvorming plaatsvinden in de bosrijke gebieden. Wat is de verwachting voor de komende 2 weken? Er is nog steeds een grote kans op overstromingen. Er is nog steeds een grote kans van neerslag voorkomens dat groter gelijk is dan 100 mm. De periode is natter dan normaal. Dat moeten wij dan gewoon meenemen. En deze risico's wat u hier ziet, komt omdat wij al 3 maanden lang meer neerslag hebben. Dat betekent dat de grond al beschadigd is. In zekere mate gaat het water niet meer kunnen verwerken. Toch? Dan zou dat afgevoerd moeten worden en naar andere methodes gekeken worden. Sukarni Salons Mitro, hoofd van de Meteorologische Dienst Suriname. Voor de komende maanden in dit seizoen bestaat er grote kans dat het natter zal zijn dan normaal.